Ja, jullie kennen het wel. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we toch wel weer behoorlijk wat sterren te pakken. Kan ik wel zo zeggen. En in deze aflevering gaan we de laatste ster eventjes halen bij Battle Rock Galaxy. En dan gaan wij naar die Hungry Loomer toe. En dan denk ik dat we daar wel iets leuk mee. Dus laten we maar eens even gaan kijken wat er in de derde set vinden is. Mijn stem kan nog een beetje krakerig zijn van het weekend. Ja, tegen daarvoor. Ik treed nogal vaak zeg maar op als ik bij zulke evenementen ben. Wat best wel eigenlijk vandaag, ja, de reden waarom dat dit zo laat geüpload wordt, is eigenlijk best wel een grappig verhaaltje. Top Maniac en de Topman Tribe. Daar kan ik over de gekke verhaaltje wel praten. Ik heb binnenkort heb ik hier een Street Pass meeting in Arnhem. Volgens mij volgende week zaterdag. En dat is dan weer mijn gamepit. En ik heb daar dus zeg maar van die treinkaartjes voor dat je dus zeg maar een dag onbeperkt kan reizen met de trein. Hi. Volgens mij moet ik jou met Starbit bekogelen, maar daar heb ik geen zin in. Hier. Ja. Nee, maar daar heb ik dus van die treinkaartjes voor. En die treinkaartjes die heb ik dus... ja, pas geleden eigenlijk dan gehaald. En vandaag was ik ze al kwijt. Dus, hoe sneu is dat? Nou, kun jij nog heel even... Boink. Mij ontkom je niet. Dus ja, ik heb helemaal suf gezocht en ja, ik heb ze gelukkig wel gevonden. Dus, ik heb sowieso ook een evenement genaamd Moshi Moshi, wat binnenkort dan zeg maar gaat komen. Dus heb ik ook daar een treinkaartje, want het is in Amsterdam en daar wil ik echt niet met een auto naartoe. Want hij is gewoon, Amsterdam is gewoon te duur voor woorden met parkeergarages, laat ik het zo zeggen. Dus vandaar dat zo'n treinkaartje dan wel ideaal ervoor is. Dus ik ben blij dat ik ze teruggevonden heb. Dus dan weten jullie in ieder geval dat ik ook weer een paar evenementen heb. Verder vandaag om 7:30 is er een livestream op de Tauwelen Gaming op Twitch. Die gaat Mario Kart 8 streamen. Dus jij bent zo'n ding die daar moet daar tegenaan knallen. Kom eens hier. Laat mij nou daar eens eventjes tegenaan knallen. Dus daar zou ik ook aanwezig bij zijn. Dus niet in de stream, maar in de chat. Dus hartstikke gezellig. Dus als je dit video aan het kijken bent en het is bijna die tijd, dan weet je in ieder geval dat er dus een livestream gaande is. En nou dat ik het over livestreamen heb, is het ook iets speciaals wat ik wel wil melden. Ik heb de afgelopen tijd een beetje zitten te zoeken naar een server waar dat je dus zeg maar een grote public server waar dat je op Minecraft zeg maar gezellig... toch een leuke survival hebt. En ik heb er eentje gevonden. En dat is een Pixelmon server. Wat ik zelf dus echt een hele leuke server vind om te bezoeken. Nou, voordat jullie gaan beginnen van... ja, ik ben ook een hele leuke server. Bespaar je die moeite. Ik vind het al fijn dat ik af en toe één keer naar een server toe kan gaan. Waar ik soms aanwezig ben. En ik hou van deze Gravity Puzzles, by the way. Ook al ben ik daar aan het doorranten. Nou, is er iets... aan de ene kant is het niet leuk bij die server. Aan de andere kant is het iets dat het iets heeft... Ik haat jouw vuurbar. Ik weet dat het maar voor een paar starbits is, maar who cares? Ik ken hier niet met Luigi. Juist. Hij gaat een stuk sneller. Nee, maar de server die heeft dus binnenkort zeg maar een map swipe. En een map swipe dat wil zeggen is dat ze dus zeg maar heel de server overnieuw gaan lanceren. Waardoor dat zeg maar alles weer vanaf square one begint. Wat dit wil zeggen is dus, die swipe die gaat als het goed is morgenmiddag al gebeuren, morgenmiddag onze tijd. En ja, ik ben dan van plan om met die nieuwe start, want ja, ik ga natuurlijk ook weer naar die server toe, want ik vind het echt een hele gezellige server. Let wel, de server is in het Engels, uiteraard. Ik vind het natuurlijk wel heel erg leuk om daarbij die server dan, een beetje dan weer, ook al moet je overnieuw beginnen, dat maakt op zich niet zoveel uit. Maar ik vind het toch wel leuk om... daar dan een stream van te doen. Dus ik zal morgen gaan streamen. Ik weet nog niet echt de tijd. Ik denk rond een uur of 7, laten we zeggen. En dan wordt dus zeg maar die Pixelmon server, die wordt dan dus die ga ik dan op dat moment streamen. Dit houdt in dus dat er dus morgen ook nog eens een keer een livestream is op mijn kanaal. Minecraft Pixelmon op die server. De link zal dan zeg maar bij die server natuurlijk beschikbaar. Oh ja, daar val je naar beneden toe. Daar moest ik wel even aan wennen. Nee, maar de link zal dan beschikbaar zijn. En dan kun je dus altijd joinen als je zou willen. Dus let wel, requirements is dat je de nieuwste versie van Pixelmon hebt op 1.6.4. En that's probably all about it. Dus de stream zal ook in het Engels zijn, aangezien dat het een Engelse...
Aangezien dat het een Engelse server is, zal de stream ook in het Engels worden gehouden. Want alles in de chat zal ook in het Engels zijn. Dus hou er rekening mee. Dus mocht je er een paar vragen voor hebben, dan kun je me die altijd stellen natuurlijk. En ja, ik praat natuurlijk, mijn audiocommentaar zal in het Engels zijn. Maar goed, even over deze baas. Dit is een hele makkelijke baas. Die moet je op de kop springen en dan moet je hem gewoon eentje de elektrische muur aan douwen. En dat moet je 3 keer doen en dan sla je hem. Hij zal een paar minions laten spawnen. Die kun je gewoon negeren eigenlijk. Als ik niet links en rechts overal word geboond door die gast. Oké. Luister. Hier heb ik een probleem mee. Ja? Daar. Poef. Weg met jullie. Nee, maar dan weten jullie dus. Vandaag dus een livestream. Morgen ook een livestream. En die Pixelmon server, daar ben ik dus vaak aanwezig. Dus misschien zie ik jullie daar wel vaker dan. Wie weet. Hè? Dat is altijd maar de vraag. Maar goed, we hebben de ster. Ik heb er eventjes over gerand. Ik heb het eventjes uitgelegd. Ik heb er net even over gepraat. Dus ik vind het wel handig om daar heel eventjes met updates te doen. En we hebben de ster. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Wat heb ik nog meer te melden? Ik heb ook weer eventjes een nieuwe equipment voor mijn studio. Maar dat verschil zullen jullie wel horen maandag. Oh, waar ben ik gemeen? Waarom raak ik hier al? Heb ik hier al een ster al? Hey, er zit daar... Oh, wacht, daar kan ik nog niet naartoe, want er zit daar nog... Oké, dan gaan we gewoon heel eventjes naar die Hungry Luma buiten. En dan gaan we eens eventjes kijken wat voor leveltje dat die heeft. Dus, ik heb dus een nieuwe equipment al besteld. Die zal zaterdag binnenkomen. Dus bij de volgende opnamesessie ga ik hem gebruiken. Wat het is, zeg ik niks. Ik heb 400 nodig. Ik vraag me af of jullie dat van eigen zullen merken. Dus ik ga het gewoon proberen. Laten we het daar... Ja, we gaan het gewoon daarop houden. Dus ik heb hem nog niet in de livestream. Dus, het is vandaag ook trouwens hemelvaartdag. Niemand weet wat eigenlijk is hemelvaart, maar... Ik weet dat sommigen die gaan dat nou opzoeken en die gaan dan de wijsheid uithangen op... die gaan het even snel opzoeken op Google en die komen dan in de comments van... Ja, nou, hemelvaartsdag. Dat is een very sticky situation. Volgens mij ga ik dit level haten. Ik ga dit level haten en jullie gaan van dit level houden. Ik zie zoveel bewerking al voor me. Goed. De uitdaging. Gaat niet lukken. Ik heb een uitdaging in mijn hoofd. Dit gaat niet lukken. De uitdaging bij deze wereld is, haal dit level zonder ook maar 1 keer af te gaan. Gaat me niet lukken. Ik ga het wel proberen, maar dat gaat me toch niet lukken. Want het is zo moeilijk, 1 verkeerd bewegingtje en je vliegt eruit. Zie? Nee. Oké. Zoals ik al zei, 1 verkeerde beweging en je ligt eruit. Dit is een van de frustrerende sterretjes in dit spel. Skippable? Ja. Willen we dat? Nee. Nogmaals, wij van Studio Zelda Play 20 zijn ervan mening dat wij alle sterren moeten verzamelen. Dus ook deze. Zit ik erop? Oké, ik zit erop. Eventjes. Die wil ik hebben. Waarom mag ik die niet? Oké. Dan schiet ik mij er wel naartoe. Goed mikken. Concentratie! Oké. Je wilt natuurlijk ook niet te ver naar achter hangen. Want op het moment dat je te ver naar achter hangt, dan heb je ook nog eens een keer kans dat je... Oh mijn god, dit menen we. En dat was dom. Voor alle mensen die zich afvragen, ja, elke val die staat erop. Oké. Weer druk op dit punt. Nou, ik heb voor de nieuwe kijkers, zeg maar, die niet bekend zijn met mijn kanaal. Elke faal die er gebeurt, komt sowieso op beeld. Maar dan knup ik wel naar het stukje waar dat we gebleven zijn. Dus alle falen die tussendoor zouden gebeuren. Jij stopt gewoon! Nee, oh. Hij stopt gewoon. Oké, nou. Neem aan dat ik nou gewoon die kant op moet schieten en een polestar moet pakken. Fast op, hè. Oké. Hier kunnen we in ieder geval heel veel targets krijgen. Mochten er files komen, zoals we dus net een paar hebben gezien. Dan is er zeg maar de bedoeling dat ik dan gewoon eruit knip totdat we weer op het punt zijn waar dat we gebleven zijn. Hoezo stond mij dat uit? Ik hield hem vast!
Oké, blijkbaar hebben we hier een checkpoint. Ik wou al klagen over dat er dus geen checkpoints zeg maar hierin zouden zitten. Maar blijkbaar zitten er dus wel checkpoints in. En ik zei jackpot. Ik kan nog niet eens praten vandaag. Oké, verder met... Pas erop, hè. Oh, wacht, ik moet mijn eigen daar... Oké. Wat ik dus van plan ben is, ik wil kijken wat die vraagteken geeft. Oh, die geeft ster. Die geeft een heleboel starbits. Oké. Nee, dan wil ik nog even uitkijken. Dus, nou, heel voorzichtig. Oh, firebars. I hate firebars. Oké. Screw die leven. Nee, ik dacht dat dit spel geen checkpoints had, maar gelukkig heeft dit spel dus wel checkpoints. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Oh, nee. Nee, 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 go! Nee, 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 daar is de ster, daar is de ster! Oké, nou heb ik hem gehaald, nou heb ik hem gehaald. Goed, nou moet ik die ster zien te pakken, alleen ik moet dus heel voorzichtig zijn voor die firebars ook nog eens een keer. Dus ik ga mijn eigen vast pakken. Wacht tot die firebars weg zijn. Dan ging ik mezelf naar beneden toe. Wachten. Shoot! En ik heb hem. Phew! Dit is een van de frustrerende sterren. Hier heb ik de eerste keer dat ik dit spel speelde ontiegelijk vaak gefaald. Nou weet ik dat we nog niet echt zo lang in deze aflevering zitten. Dus, to be fair and square, denk ik dat we Bowser's level ook nog heel eventjes doen. A very sticky situation. Je hebt 24 sterren, krijgt een starbit. Yay, save your game. Nee, ik wil hem niet saven. Nou moet ik zeggen dat ik heel erg vaak... ik vind al die comments die ik... Nogmaals bedankt voor. En echt ook dat het kanaal zo groeiende is natuurlijk. Dat is ook de reden waarom dat ik die upgrade heb gehaald voor... voor mijn studio natuurlijk. Tot de video's in nog betere kwaliteit zullen zijn. Ja, oké, 1080p, maar ik bedoel, je hebt nog andere kwaliteiten. Je hebt natuurlijk audiocommentaarkwaliteit, je hebt geluidskwaliteit, je hebt bewerkingskwaliteit, heel die mikmak. Dus, Oké, en we hebben een Daredevil Comet. Oké, dus Bowser's level gaat het dus niet worden in deze aflevering. We gaan de Daredevil Comet doen. Yay. Een Daredevil Comet in orbit. Daredevil Comets die werken als volgt. Je hebt maar één hitpoint, dus je mag door niks geraakt worden in heel deze, in heel dit gebeuren, in heel dit level. Volgens mij hoeft hij alleen de baas te doen, dat weet ik niet zeker. Deze baas is gelukkig heel erg makkelijk. Dus ja, je wordt gelijk geteleporteerd bij de baas, dus je hoeft je geen zorgen te maken over daar naartoe te komen. Maar je ziet dat je dus maar één HP hebt, dus wij springen hier gewoon professional overheen, hè. En, oh, ik heb dat trouwens niet laten zien. Je kunt dus zeg maar hem al... daarboven zien zweven. Ik ga schieten op je. Kijk maar, ik sta dit nog. Dat is jammer. Oké, nou. Komt u maar. Zoals ik al zei, hij is niet te moeilijk. Je moet gewoon op zijn kop springen en hem dan verslaan. Dat is eigenlijk praktisch alles wat je bij deze hoeft te doen. Dus een van de makkelijkste bazen. En dan zul je dus zien dat ik nou heel erg veel problemen ga krijgen met deze Daredevil comment. Zoals nu. Hij landt direct bovenop me. Flame. Gooi het maar op de let's play vloek, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, we hebben hem net verslagen zonder één keer ook maar geraakt te worden. En nu natuurlijk, nadat ik het erover heb, dat deze baas zo makkelijk is, moet ik er natuurlijk één keer bij falen. Oké, spring op jouw hoofd, dan hoef je ons daar geen zorgen meer over te maken. Heb je al? Nee, nu wel. Voilà! Nou, eigenlijk is dit zo'n korte ster. Ik doe gewoon Bowser's level. Boeiend. Ik doe gewoon Bowser's level. Deze is zo kort. Dit is zo'n korte... Ik doe hem gewoon. We gaan hem gewoon doen, ja. Dus, ja. We gaan gewoon de Bowser's level, ja. Gaan we gewoon doen. Gaat ik hem ook doen. Wil jij niet zo op mijn kop staan te bouwen? Ik bedoel, dat doe je bij Mario ook niet. Bij Mario ben je ook zo blij. En bij Luigi moet je op een of andere vage manier de hele tijd maar op de kop staan te bouwen. Dat vind ik niet eerlijk. Ik bedoel, Luigi krijgt er hoofdpijn van. Oké, nou, we hebben alle sterren hier. Daar hebben we alle sterren, daar hebben we alle sterren. Al moet ik zeggen dat daar dus nog ergens een secret ster zou zitten. Aangezien dat we hier nog niet dus zeg maar het compleet kroontje hebben. Die is compleet, die is compleet. Die is ook nog niet compleet, maar dat komt allemaal nog wel. Oké. Nieuw. Waarschijnlijk zijn dat die... enge levels.
Waar ik nou nog niet over begin. Mag ik alsjeblieft, Wiimote? Luister, ik heb hier problemen mee. Ja, Wiimote? Je moet gewoon luisteren naar mij. Goed, we hebben weer Bowser zonder pupillen. Hartstikke leuk en aardig. Bring it on. Like Donkey Kong. The Fiery Stronghold. Minecraft users zullen zijn van... Ha, Stronghold! Oké, sorry. Goed. Dit ziet er interessant uit. Ik ben benieuwd. Mario 64 muziek. Oké. Nou, waar de rij te melden. Staat er zo. I can feel clearly now. A grand slam is nearby. But this place is filled with all kinds of traps and tricks. So be careful now. Nou, oké, sorry voor dat. Ik weet ook niet hoe ik anders die beesten leuk moet hebben voor deze. Dus nou, je krijgt in ieder geval gelijk een gratis leven hier. Daar ben je totaal ondersteboven van. Het lijkt wel alsof dat ik Mario Kart 8 lopers aan het doen ben. Oké, sorry. Kom op, die grap moest eventjes gemaakt worden. Mario Kart 8 is oorspronkelijk pas morgen uit. Maar ja, iedereen die heeft hem ondertussen al. En... Ik dacht dat ik daar naartoe moest springen, werd ik uit te zeggen. The gravity here is all of out of whack. Check out the arrows, because they will tell you how the gravity will work on you. Oké. Ik ben vandaag weer eens high music. Dit is een booby trap. Hier wil je alleen springen op het moment dat het plateau er staat. Anders val je daar in dat zwarte gat en heb je een zeer pijnlijke dood. Met Luigi wil je hier dus zeker uitkijken. Ik krijg wel eens van, ja, nou, op sommige levels heb ik uur aan vastgezeten. Op sommige levels waren helemaal niet zo moeilijk als dat je zei. Vergeet niet, je speelt dit met Luigi. En Luigi is nogal slippery. Daar kun je dus weinig aan veranderen. Luigi zal altijd blijven glijden. Zoals dus daar. En dat maakt sommige, wat als Mario dus heel erg makkelijk was. Waarom zag ik jou niet? Wat als Mario heel erg makkelijk was, kan dus voor Luigi heel erg lastig zijn. En daar moet je dus rekening mee houden. Dus, nogmaals, ik weet niet of sommigen al met Luigi hebben gespeeld. Ik zou zeggen, probeer het een keer uit. Maar het is zeker een uitdaging. Dus, hey Bowsy, hoe gaat het ermee? Je hebt volgens mij ook iets pittigs gegeten. Net zoals Yoshi in Mario Party. Oké, sorry. Deze wil je zeker meehalen. Je wil hier niet te lang blijven staan, want alles zal hier dus zeg maar instorten. Nadat hij volgens mij twee keer... Oké. Hi, Bowsy. You finally made it. Yeah. Just in time for me to stomp you into space bits. Oké. Ik moet zeggen, ik vind deze muziek geweldig. Goed, dit is Bowser. Wat je wilt doen is, je wilt dus zeg maar tot Bowser... Komt achter je aanlopen en die doet een gigasprong. En die gigasprong die wil je ervoor zorgen tot hij die doet op deze blauwe rondjes. Tot hij die doet op deze blauwe rondjes. Tot hij die doet, dank je, op die blauwe rondjes. Op het moment dat hij dat doet, dan komt hij dus zeg maar tegen vuur aan en staat zijn staart nogal in de fik. Wat je dan wil doen is, je wilt tegen hem aan rammen. En dan gaat hij spinnen en dan wil je nog een keer tegen hem aan rammen. Dat is praktisch hoe dat je je Bowser moet verslaan. Op een of andere manier is vuur effectief tegen hem. Ik snap vandaag nog steeds die logica's niet. Oké, dan gaat hij vuurballetjes schieten, makkelijk te ontwijken. Dan gaat hij twee keer schudden, of twee keer van die shockwaves afvuren. En eigenlijk ben ik niet bang voor die shockwaves, want die shockwaves zijn nogal makkelijk te dodgen. Oké, kom, dan ga je eens hier. Boom! Sorry, ik vind die muziek gaaf. Ik denk dat het wel heel eventjes een stil momentje waard. Oké, maar spin die kant op. Spin mij even tegen de klok en... Sorry Bowser, hou die viel plat op je muil. Oh, hij is al een beetje uitgeput. Je zag het eigenlijk aan zijn ogen. Zag je hem al een beetje zo van... Zag je hem al een beetje vermoeid kijken. Nou, het leuke is, als je hier dus zeg maar bovenop staat... dan hoef je helemaal niet bang te zijn voor die shockwaves. Wat eigenlijk best wel makkelijk is. Oh, hij doet een zippersprong, wat lief. Oh, en hij heeft eigenlijk dat plateautje gemold. Dat is minder lief. Ik weet niet, deze battle die doet me een beetje denken aan... Mario 3, de final boss. Dan moest je dus zeg maar ook zorgen dat Bowser zichzelf de piep uit springt. Dan graaft hij zijn eigen graf, om zo te zeggen. Oh, dubbele spot. Tja. Hele makkelijke baas als je er zo over nadenkt. Boom, boom, boom.
What? How? Foolish Luigi, my plan is too far along now. Do you really think you can stop me? Ik heb je net gestopt. Oh, and by the way, you defeated me, so here's a grand star for your efforts. Good guy, Bowser. Altijd zo vriendelijk om ons toch maar eventjes die grote ster te geven. Wat lief. Dankjewel, Bowsie. Nou, dus dan pakken we die grand star maar. Daar zijn we zo blij mee. Zo, voice crack. Sorry. Oké, dus we hebben de Grand Star. Komen we weer aan bij Rosalina. De beacon wordt groter. Nou zei ik express beacon. Nee, ik zei het goed. Nou zat ik te twijfelen of ik het überhaupt wel goed zei. Ik zei het niet goed, hè. Want het is een beacon, geen beacon. Nee, het is een beacon, geen bacon. Ik ben echt zo verward vandaag. Waarom neem ik je godsnaam op? Galaxy Complete! Wacht eens even. Hoezo is die Galaxy Complete? Oh ja, natuurlijk. Zo, 4 nieuwe levels die we dus kunnen gaan onderzoeken. We hebben 3 kroontjes hier al. Dat moet allemaal kroontjes worden natuurlijk later aan. Dus dat komt allemaal even goed. You rescued another grand star and power has returned to another dome in the back of the observatory. But I still don't think we have the star power. We need to fly to the observatory through the universe. The villain who kidnapped your special one took her far from here to the center of the universe. Once your star power is restored, the observatory will be able to go there. Then you can reunite with your special one. Do you want to save the game? Nee! Nee. Dank je. Oké, dus er zijn op dit moment geen... geen pranks comments. Dus de nieuwe observatory die we dus nou hebben geaccepteerd door de... beacon. Ja, beacon. Het is een beacon, geen bacon. Dat is niet hier. Oké, maar... waar is die? Zit die? Ja, ik wil afsluiten in die nieuwe dome. Vind ik leuk. Oké, nou hier zit helemaal nog geen power. She doesn't have the power. Is dit hem? This is the bedroom. Maar die is ook nog dicht. Ah, flame. Oké, dus die is nou open. We hebben de garage. De kitchen, die is nu open. Dan gaan we naar de keuken. Laten we maar eens even naar de keuken gaan. Een boterham met pindakaas maken. Of misschien met boter en hagelslag. Oké, sorry. Is de kitchen al open? Ja, de kitchen is open. Oké, nou, kom op Luigi, jij kunt tenminste goed springen. Goed, dus de kitchen is open, dat brengt ons dus zeg maar bij... We have discovered an enemy base in this region. We can only hope they are not misusing the power of that poor grand store. Nou, dankjewel hoor. Goed, dus als we hier dus gaan kijken, zijn er dus 4 nieuwe levels. We kunnen al naar de Bowser level toe, omdat we al 26 sterren hebben. We kunnen naar een vraagteken toe. Maar de nieuwe Galaxy waar we naartoe gaan is natuurlijk niks anders dan Beach Ball Galaxy. Niet een van mijn favoriete galaxies, maar dat maakt niet uit. Dus daar gaan we in de volgende aflevering naartoe. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje, laat natuurlijk weten. Niet vergeten vandaag livestream bij de Tuilen. Morgen livestream op mijn eigen kanaal. Zijn livestream begint om 19:30. Mijn livestream voor morgen die is om 19:00. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie dan allemaal te zien. En natuurlijk morgen weer een nieuwe aflevering van Luigi Galaxy en Mario Party 5. Dus heb je een leuk momentje, laat weten. Dat is een reactie als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot dan. Doei!